Ja, beste mensen van de Camper TV, hier zijn we dan live in Duizel, het Y-Fist. We zetten Duizel weer op de kaart, waar vanavond het Y-Fist is met een aantal attracties. Maar wat zijn die attracties? Komen jullie mee kijken? Ja, en we zijn stiekem aan het wachten op de wedstrijd Scheitje Rijk. Daartje, ga je vanavond nog scheiten? Carnavalsvereniging de Zwitserse Duizel organiseert dit jaar het carnaval, het Y-Fist. Job, waar is nou eigenlijk het Y-Fist? Het Y-Fist is een feest waar het moeilijk is en gezellig, nostalgische sfeer. Dat is 13 jaar geleden de laatste keer georganiseerd door een kameruigroep van ongeveer 10 man. En toen dachten wij als carnavalsvereniging de Zwitsers, dat kunnen wij ook. Willen wij ook doen in ieder geval. En volgens mij is dat hartstikke goed gelukt. In ieder geval de nostalgische sfeer te behouden hier in Duizel. Een andere activiteit is servieswerpen. Maar wat houdt servieswerpen in? Je moet met 6 biljartballen 2 stuk servies kapot gooien. Ja, dat is er 1. Dat is 2. Dat is 3. En de hoofdprijs is natuurlijk de nostalgische hoed. Ja, we zijn hier bij ons wc-dames, ons Greet en Priscil. Ja, ik zie Priscil allemaal mensen hier rondlopen met een korting om zijn nek. Maar wat houdt er nou eigenlijk in? Nou, wij hebben gewoon een leuke stempelkaart. Dus 6 keer plassen, kletsen, babbelen, krijg ik in een stempel. En dan kun ik een keer grabbelen. Grabbelen? En wat houdt dat grabbelen in? Ja, dan kunnen we gewoon een kleinigheidje winnen. Altijd leuk voor jong en oud. Altijd iets leuks. Nou mensen, in het begin van de avond is hier een speenvarken aan de spit geweest. En inmiddels is hij mooi kort gesneden en je ziet wel, er wordt gretig gebruik gemaakt van de lekkere smaken van de speenvarken. Ja, dan wordt het allemaal een beetje moeilijker natuurlijk, hè? Ja, en daar gaan we dan. Ons daadje heeft gescheten. En we gaan weten in welk vak dat daadje gescheten heeft. Dus kom er even gezellig bij. Want we staan natuurlijk vol belangstelling te wachten. De Camper TV had het live op het scherm staan. In welk vak zitten we hier op? In het vak H? Even wachten. Ons daadje heeft gescheten! En dat wil zeggen dat we een winnaar bekend gaan maken. We hebben hier gemeten. En ik kom hier in het vak, hier recht tegenover mij. Wie heeft er vakje G? Ja. Vakje G. Maar daar hoort een cijfer bij. En als ik hier ga zitten en ik zit hier dan bij het cijfertje, ga ik even kijken. Het cijfertje nummer vak G2. G2 is gewonnen door niemand minder dan iemand hier uit Duizel. Gijs Tutelaars! En Gijs staat hier al in ons midden. Niemand minder dan Gijs Tutelaars. Gijs, wat vind je ervan? Ik vind het helemaal mooi. En wat gaat er met de geld doen, Gijs? Ja, ik weet nog niet. Spaarrekening, denk ik. En hij is de enige die hier vak G2 heeft gedaan. Dat wil zeggen dat er 60 euro's dadelijk overgemaakt worden op Gijs' spaarrekening. Mensen, we zijn er trots op. Ik vind het gewoon geweldig. Beste mensen, we gaan hier afsluiten. Het Y-Fist hier 2017. Vinden jullie het gezellig hier? Ja!